in deze beetje donkere zaal, maar toch een schitterend uitzicht. Het is heel mooi om dat allemaal bij elkaar te brengen en dan vervolgens ook te verdelen van nou, die pak wat om, wat kunnen we gaan doen, waar zijn we het over eens en waar moeten we het over hebben. En bij de camera kun je dadelijk vertellen wat jouw idee en de camera blijft komen en waar blijft komen. De maritieme topregio is denk ik groter dan de Drechtsteeg. Het gaat van de Maasvlakte tot aan de Biesbos. Waar mensen kunnen wonen, werken, recreëren en die qua branding ervoor kiezen om te focussen op die maritieme bedrijfstak. Dat ze met name heel erg trots zijn gaan. De samenwerking van bedrijven uit de regio die nationaal en internationaal bekendheid hebben en veel hebben te bieden voor de toekomst. Van Rotterdam tot en met Gorinchem, waar heel veel maritieme bedrijven zitten, maar zeker ook de verbinding met de TU Delft en met de hogescholen in het Rotterdamse. Gebied is wat echt nog te ontdekken valt. Ik hoorde net dat je in Dordrecht een schip van het kleinste dingetje tot het hele schip kan bouwen. Ja, dat is voor mij iets wat verder gaat dan de Drechtsteden zelf. Voor mij is de maritieme topregio een cluster van bedrijven dat met elkaar samenwerkt, samen een groot netwerk vormt en op wereldschaal topproducten aflevert. En het is natuurlijk een gebied van bijna 300.000 inwoners. Dat is net zo groot als de vijfde stad van Nederland. Zeker omdat dit ook de bakermat is van het baggeren en de maritieme industrie. Of in de baggerwereld, of in de offshore, of in de scheepvaart. Uiteindelijk heeft de scheepvaart en de baggerindustrie gemerkt dat in deze regio gewoon kwalitatief hele hoogwaardige producten worden gemaakt. Dus die slag die is eigenlijk al gewonnen. Dat het Drie Rivierenpunt, waar ik het centrum van de regio, een enorme boost kan gebruiken als een gemeenschappelijke identiteit. Het is duidelijk, Adria zijn hart ligt in Dordt. Ik kom uit Groningen, dus ik kijk met iets meer afstand naar jullie stad. Het is een interessante manier om naar de Drechtsteden te kijken als een stad waarbij het Drie Rivierenpunt het centrum is van die stad. Ja, over 20 jaar hoop ik nog steeds dat heel veel mensen hier naar volle tevredenheid wonen, werken en leven. En dat betekent dat we nu stappen moeten zetten. Dat we nu moeten zorgen dat de industrie klaar is voor de toekomst. Dat we een inclusieve circulaire economie krijgen. Dat we als overheid dat faciliteren, stimuleren. Maar dat we ook bedrijven de ruimte geven om te ontwikkelen en te innoveren. Ja, dat grijpt zeg maar goed in elkaar. Dus bovenregionaal de markt. De plek waar innovaties op gebied van maritiem ontwikkelingen plaatsvinden. Nou, dan is deze regio het visitekaartje wat betreft het hergebruik en circulaire economie. En wat ik zie is dat marketingcommunicatie door professionals, hè, dat is maar één deel. Hè. Dus de klassieke AB's en content generering. Het geeft nieuwe werkgelegenheid. De Drechtsteden zijn niet voor niet geworden zoals ze zijn geworden. Dus je ziet een enorme brok kennis en kunde, een stuk ervaring. En ik ben een ambassadeur, absoluut. Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht moeten hun gezicht en hun voorkant aan die rivieren krijgen. Je moet zorgen dat mensen daar naartoe kunnen komen, dat de kades toegankelijk worden, dat je met een bootje heen en weer kan varen. En zorgen dat er een interessante programmering is aan die oevers, zodat je ook een reden hebt om naar de overkant te gaan. Niet omdat je schoonmoeder er woont, maar omdat er iets interessants te doen is. Dus volgens mij moet je het ook niet te ingewikkeld maken, moet je al, als jullie al gaan bedenken hoe gaan wij met de Drechtsteden, de stadmakers, elkaar regelmatig ontmoeten. Focussen en keuzes maken, aan de slag gaan. Als we een speer samen gaan werken met partners die er echt op doen. En dat is voor mij de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Wij kunnen het als overheid gewoon niet alleen. Goed in gesprek gaan, heel veel doen aan leren en ontwikkelen, innoveren, samenwerken. Iedereen gewoon aan boord houden en hebben. Als je zulke bijzondere randen hebt, als je hier woont, als je niet echt aan die randen. Er zijn heel erg veel ideeën, er zijn dingen die volgens mij morgen al kunnen gebeuren, er zijn dingen die echt de toekomstvisie zijn. Ja, maar dan is het iets anders. Dus je hebt, aan de ene kant kunnen we nadenken over model campus, dat is al wat stedelijker en wat meer gemengd en gemixt. En doen, dat is een, daar gaat het om. En dan moet je ook de consument maar zien te krijgen in dit gebied en het goed kunnen vullen. Ik ga morgen met Deal bellen. Ik denk de mannen van Circle Lab.
Nou ja, ik denk als provincie hoop ik eigenlijk dat sommige mensen uit de regio ons bellen en zeggen van wij hebben een idee, wij hebben een plan, komen jullie ons helpen? Nou, de partners uit onderwijs en het bedrijfsleven, de bedrijven. Ik ga jou morgen bellen. En ik hoop dat ze elkaar bellen vooral. Met HBO Drechtsteden, met de Duurzaamheidsfabriek, met het Da Vinci College. Als ik de rest eens van de bestuurders bij elkaar krijg. Met andere, met nieuwe beroepen. Maar wat ik steeds hoor, er moet nog een slag nakomen. Dan gaan ze allemaal bellen.